Goedemorgen Jasper. Goedemorgen. Ja, ik kom vroeger op de afspraak. Sowieso zijn jullie nog niet helemaal open, maar we zijn in de hyperbol. Zeg ik goed, hè? De hyperbowling. Hyperbowling. Maar hyper vind ik ook goed hoor. Ja, het is hyper de piepen. Ja. Dat is op z'n Nederlands. Nou, en maar het allereerste wat mij opvalt, dat jullie zijn nog bezig. Ja. Dus de officiële opening is wanneer? Nou, de officiële opening is volgende maand. Precies. We gaan vanavond gaan weg voor het eerst gaan we bowlen. Dat wordt al gebold. Zijn mensen dan al welkom vanavond? Ja, ze zijn welkom vanavond. Ah, dat is heel goed. Nou, maar het eerste wat mij dus opvalt is dat het echt veel groter is dan ik had verwacht dat het zou worden. Ja, dat komt omdat we heel veel muren natuurlijk hebben weggebroken. Ja, want alle muren zijn alles aan weggehaald. Dan hou je één grote lege hal over. En eigenlijk wat we geprobeerd hebben is om te kijken hoe kunnen we nou van die hele grote hal ook een beetje gezelligheid en sfeer erin brengen. Ja, want wanneer was ik hier nu voor de dat jullie echt net begonnen met verbouwen, dat was in? Ik denk dat 2,5 maand geleden is. Ja, en we staan, om het even voor de mensen die het niet meer weten, dit is de oude voetbal-experience. Ja. Daar zagen we toen ook nog de resten van, dus dat hebben jullie helemaal gestript. Ja, klopt. Jullie hadden ook een soort onmogelijk plafond, dat was helemaal... Ja, met een klein beetje pijn in het hart hebben we de laatste voetbalrestjes hebben we afleggen. Ik geloof dat het helemaal te zielig gaat. We krijgen er iets moois. Nou ja, het is prachtig, want we hebben dus 8 banen, zeg ik dat goed? Ja, klopt. En de eerste vraag die ik heb, de hyperbowling. Ik weet dat het via de zijkanten gaat, maar hoe zit het verder? Nou, eigenlijk is het een reguliere bowlingbaan, dus je kunt hier gewoon bowlen. Als je een bowlingbaan huurt, kun je gewoon bij ons terecht. Maar met hyperbowlen hebben we een nieuw spel geïntroduceerd. En eigenlijk is het de combinatie van een videogame en echt bowlen. Dus je ziet de kinderen hier op de baan bowlen. Dus we moeten hem proberen te raken op de gekleurde zones. Bij rood ben je af, bij groen krijg je een verdubbeling van je punten, bijvoorbeeld in dit geval. En bij geel krijg je 5 keer zoveel punten en bij 3 krijg je 3 keer zoveel punten. Maar tegelijkertijd moet je dus ook de kegels, gewoon klassiek, die moeten ook om. Ja, dus zij speelt nu als het goed is 4 de bal. En dan raakt ze hem. En dan krijg je op het eind, telt je de punten van de kegels, telt je op bij je score. En koos jij nu bewust voor die kleur? Of niet? Was dat per ongeluk? Ik durf dat niet te klappen. Dus kijk, daar op het scherm zie je nu wat ze gedaan heeft. We kunnen eventjes doen dat ik de volgende speler ben. Susanne, oké. 600 punten, dus puntentelling gaat ook anders dan bij gewoon bowlen. Elke kegel die je omgooit is 100 punten. Dus ik probeer hem te raken en daar staat op het bord hoeveel punten je kunt halen. Dan raken we in het blauw, 3 keer zoveel punten. Lekker goed. 9 punten omgegooid. En bijna nog een strijk. Ah, dat is wel een leuke extra toevoeging is dat. En je merkt als je gaat spelen dat je speelt om zijn beurt bij één bal. En je zit eigenlijk in je eigen videogame te gamen. Want het beeldscherm doet heel erg actief mee. De randen doen mee. Heel goed zo. Hier, kijk. Nou, Boris. En wat is dan de interessantste kleur om mee te scoren op de last? Het uiteindelijke ultieme doel is, als je helemaal in level 12 komt, zit er een heel kleine paarse zone. Die is maar heel klein, die gaat heel hard op en neer. Als je die raakt, gaat de score keer 10. Ah, oké. Okay, dan is het feest. Het gebeurt alleen niet zo vaak. Ik heb paars überhaupt nog niet gezien, dus de laatste level nog niet gehaald. En ik zie nu pas, dat is echt de grootste plaat hier in de hele ruimte, maar we zitten gewoon naar de doel te kijken. Ja. Ik verwacht natuurlijk één citaat nu van de Big Lebowski, weet je dat? Nee, geen één? Nee. Ik heb de film vorige week gekeken. Ja, je moet hem 6 keer kijken, hij zit helemaal vol met van die... Ja, is geweldig. Afgezien van de mooie baan, hebben jullie hier ook een hele grote bar in gebouwd, zie ik. Heel veel zitjes en tafeltjes. We vonden het zowel voor de zeeuw als voor de press vonden het leuk om te zien waar we zitten. Dus we hebben hier een hele mooie schaal. Oh ja, prachtig zeg. Van Middenburg was hier gemaakt. Dat is grappig, dat de grootste dingen die er hangen zie ik als laatste. Gemaakt door een Zeeuws fotograaf ook. Oh ja, wie is dat? Gijs. Oh, Gijs Kolen. Ja, Gijs Kolen. Die kom ik steeds vaker tegen, maar die is goed bezig. We hebben een hele grote bar gebouwd, omdat we ook willen dat het hier gewoon gezellig is nadat je gebouwd hebt. Dus de zitjes zijn nog niet helemaal klaar. Er komen nog wat lounge banken en wat lounge zitjes bij. Maar dat is prima aan het werken met je bedrijf, met je gezin daarna nog. En is dit ook met eten of is dit vooral drank? Ja, eten doen we beneden. Boven is vooral bitterballen en de snacks, een biertje of een colaatje. En beneden kunnen groepen ook op reservering, kunnen ze gewoon altijd bij ons eten. Ja, want vertel dat nu ook nog even. Kijk, we waren hier 2 jaar terug en toen had je de opening van Prison Island. Ja, klopt. De Globebollen hadden jullie toen al? Ja, het zit allemaal in hetzelfde pand. Maar jullie zijn eigenlijk binnen het pand wat jullie al helemaal tot je beschikking hadden, zijn jullie gewoon aan het doorontwikkelen. Ja. Maar hoe hangt dat nou allemaal samen? Stel dat ik nu met mijn bedrijven en team medewerkers wil komen, kan ik dan ook het hele arrangement doen, dus alles? Zeker, we hebben 1 voordeur. Dan kun je naar Prism aan, dan kun je naar Global of dan kun je nu ook naar Hyperbowling toe.
het hele idee van waarom we dit pand gehuurd hebben, was dat we heel graag met Prison Island wilden starten. Dus we hadden nog 1500 vierkante meter leegzaal en over. We dachten dat we eerst kijken of dat succesvol is. Nou, dat is het gebleken. Dus we merken dat het een hele enthousiast ontvangen attractie is. En na een jaar durfden we het aan om gewoon de volgende stap te nemen met deze bodembaan erbij. Nu hebben we 3 activiteiten in 1. Mensen kunnen dus komen eten, drinken. En daarna gewoon alle... Maar als ik gewoon een avondje puur wil komen bowlen, dan kan dat eigenlijk ook? Zeker. Ja, je kunt gewoon reserveren, hyperbowlen.nl. We hebben een mooie website gebouwd. Oké. Dus wel de klassieke bowlingbaan als hyperbowlen kun je reserveren. En wat kost een uurtje bowlen? Een uurtje bowlen kost €32,50. Oké. Ja, maar dat deel je wel met... Je kunt met 6 op een baan, dus dat deel je door 6. Precies, dan is dat heel goed te doen. Uiteindelijk is het de goedkoopste attractie die we hebben van alles wat we hier aan doen. Zijn er nog andere dingen die je kwijt wil? Want de officiële opening dus volgende maand? Ja. Maar mensen zijn vanaf nu al welkom, of is dat alleen vanavond even een keer? Nee, ze zijn vanaf nu zijn we echt geopend. Dus nou, ik zat nu nog uit dat de laatste dingen aan het opruimen zijn. Maar de biertap staat open, de tap doet het. Nou, alles dus is wat nodig is. De woningbaan doet het. We kunnen los. Dan ga ik het filmpje er straks nog opzetten. Dan, dan is dat een mooi nieuwtje. Dankjewel. En ik wens je heel veel succes met dit vervolg. Komt goed, dank voor je komst.